beetje omlaag. Geachte aanwezigen, hier in de aula van de Universiteit Maastricht en elders online. Mijn naam is Annemie Scholz, decaan van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en vandaag de prorector van deze feestelijke academische zitting, waarin professor Martijn Brouwers zijn oratie zal houden ter gelegenheid van zijn benoeming, alweer enige tijd geleden, tot hoogleraar interne geneeskunde in het bijzonder endocrinologie en stofwisselingsziekte. Want Martijn, ik kan het me ook nog heel goed herinneren. Jij stond bijna 2 jaar geleden zowat in de startblokken en moest toen hals over kop jouw oratie en alle geplande feestelijkheden annuleren. Wat was dat enorm sneu. Tja, weliswaar een vertraging van de oratie. Je academische carrière daarentegen is supersnel verlopen. Vanuit Geldrop koos je voor een studie geneeskunde in Maastricht en daar hebben jullie je genesteld. De studie doorliep je vlotjes en in 2002 studeerde je cum laude af. Direct daarna koos je voor een verdieping in het wetenschappelijk onderzoek bij de onderzoeksschool Karim. Om daarna door te stromen naar de opleiding tot internist met de specialisatie endocrinologie. In 2008 gepromoveerd en 4 jaar later medisch specialist. In 2013 meteen ook de basiskwalificatie onderwijs bemachtigd en na een verdiepende medische training aangeboren stofwisselingsstoornissen in Londen was het wel duidelijk dat een academische carrière voor jou in het verschiet lag. In 2019 benoemd tot hoogleraar en tevens voorzitter van de onderafdeling endocrinologie. Martijn zal dadelijk met ons zijn academische passie en toekomstplannen delen. Als medisch specialist omschrijft hij zichzelf als harde werker en ambitieuze dokter. Door een van zijn naaste collega's nog aangevuld met een sterke wil om de metabole ziekte voor volwassenen in de regio op de kaart te zetten. En deze collega is ervan overtuigd dat jou dat ook gaat lukken. Dat klinkt allemaal heel strak en in balans. Ondertussen heb ik zelf een beetje zitten te broeden op die titel in overvloed. En jawel hoor, die begrijp ik nu toch al wat meer, zelfs voordat ik jou dadelijk het podium geef. De overvloed aan suiker in de voeding moet aan banden worden gelegd. Dat verkondig je niet alleen in de media in de regio, maar ook daarbuiten. En als je dat blijft doen op de manier waarop je ook je onderzoek weet te verkopen, dan zou die suikertax er zomaar eens kunnen komen. Mocht dat je niet lukken en je op zoek zijn naar een andere nevenwerkzaamheid, dan hebben jouw collega's in ieder geval heel veel vertrouwen in jou als tweedehands autoverkoper. De passie om het menselijk lichaam te begrijpen en dan met name die chemische processen daarbinnen, zat er al van jongs af aan in, heb ik begrepen. En hoe kan je nu beter die processen begrijpen door ze te stimuleren? Door fysieke inspanning of via de voeding? Aangezien zelfs overvloedig beklimmen van de heuvels niet altijd leidt tot het gewenste succes voor jou, en dat is een eerste plek, dan moeten we toch eens die voedingsgewoontes onder de loep nemen. Sultana's. Heb ik begrepen. En dan niet één, maar heel veel als booster. Misschien dan toch maar eens advies vragen bij de collega wielrenners binnen Nutrim. Tja, en dan die dagelijkse vochtvoorziening op de werkvloer. Lastig, dat begrijp ik ook, als je geen koffie en geen thee drinkt. Maar de overvloed aan cola is niet onopgemerkt gebleven.
Je marketingkwaliteiten lijken je daarbij goed van pas te komen, want die constatering wordt altijd door anderen in één adem genoemd met zonder suiker. Maar bovenal, hulde voor je verdiensten tot op heden, Martijn. Zoveel hulde dat je dat woord in het verleden als promovendus zelfs geturfd hebt. En natuurlijk, jou een beetje kennende, in competitieverband. Maar de nieuwe generatie die ziet er van harte naar uit om dit woord hulde ook van jou in jouw huidige positie als promotor te mogen ontvangen. Aan jou het woord. Dankjewel, mooie woorden. Geachte prorector, zeer gewaardeerde toehoorders. 2 jaar lang hebt u moeten wachten op deze reden. Ga er even lekker voor zitten. Daar gaan we. Ik heb een mooi vak. En voordat ik u ga uitleggen waarom, moet ik u eerst iets meer vertellen over het vakgebied endocrinologie en stofwisselingsziekte. Wat dat nou precies inhoudt. Allereerst de endocrinologie, ofwel hormoonleer. Dat is het vakgebied dat gaat over hormonen. Hormonen zijn boodschapverstoffen in het lichaam. Ze worden meestal gemaakt in een klier en via de bloedbaan vervoerd naar een orgaan om er een boodschap af te geven. Een voorbeeld. Na een maaltijd maakt de alvleesklier het hormoon insuline. Insuline komt in de bloedbaan terecht en begeeft zich naar verschillende organen, waaronder de spieren. Het stimuleert de spieren om suikers, afkomstig uit de maaltijd, op te nemen en op te slaan. Het kan er gebruikt worden als brandstof om te bewegen. En op deze manier zorgt insuline ervoor dat suikers uit de maaltijd door het lichaam verwerkt worden. Hormonen hebben vaak invloed op scheikundige processen in het lichaam, zoals insuline ervoor zorgt dat suikers verwerkt worden. Deze scheikundige processen worden ook wel stofwisseling of metabolisme genoemd. Het kan voorkomen dat vanaf de geboorte één bepaalde stap in dat scheikundig proces verstoord is. Door zo'n verstoring kunnen bepaalde stoffen zich ophopen in het lichaam, waardoor je ziek kunt worden. Er is dan sprake van een stofwisselingsziekte. Nog een voorbeeld. Fenylalanine is een aminozuur, een bestanddeel van een eiwit. Fenylalanine wordt in het lichaam in een aantal stappen afgebroken. In de eerste stap wordt fenylalanine omgezet in een andere stof, tyrosine. En bij patiënten met fenylketonurie is deze omzetting van fenylalanine naar tyrosine verstoord, waardoor dat fenylalanine ophoopt. Een teveel aan fenylalanine is schadelijk voor de hersenen en indien onbehandeld ontstaat er een ernstige verstandelijke beperking. En tegenwoordig kan deze ernstige hersenbeschadiging gelukkig voorkomen worden dankzij een tijdige diagnose door middel van de hielprik en een speciaal dieet. Zoals gezegd, ik heb een heel mooi vak. Het leuke aan de endocrinologie is namelijk dat je er de evolutie heel mooi in terug kunt zien. Theodosius Dobzhansky heeft dat in 1973 heel mooi verwoord. Hij heeft gezegd, niets in de biologie heeft betekenis behalve in het licht van de evolutie. In 1835 bedacht Charles Darwin zijn evolutietheorie toen hij tijdens zijn bootreis op de Beagle een bezoek bracht aan de Galapagos-eilanden in Ecuador. Hij bedacht onder andere dat de mens afstamt van de aap en dat het menselijk lichaam zich geleidelijk aan heeft aangepast aan zijn omgeving, de natuur. Het is belangrijk dat we ons dit laatste beseffen wanneer we de werking van het menselijk lichaam en het ontstaan van ziekte proberen te begrijpen. Anders gezegd, door Jonathan Wells, alles in de biologie heeft en een mechanistische verklaring die de vraag hoe werkt dit beantwoordt en een evolutionaire verklaring die de vraag waarom is dit er beantwoordt. Dat klinkt nogal cryptisch. Nog een voorbeeld. Het hormoon prolactine zorgt ervoor dat de melkproductie op gang komt, zodat een baby gevoed kan worden. Tegelijkertijd remt prolactine de aansturing van de eierstokken. Dit remt de menstruele cyclus, waardoor een zwangerschap onmogelijk wordt en een menstruatie uitblijft. Dit is een mechanistische uitleg. Het legt uit hoe prolactine werkt. De evolutie leert ons waarom prolactine nou beide processen beïnvloedt. Het is voor een pasgeboren baby namelijk niet gunstig wanneer zijn of haar moeder opnieuw zwanger wordt. Die baby heeft de beste overlevingskansen wanneer alle moedermelk, energie en aandacht uitgaat naar hem of haar
in plaats van een nieuwe zwangerschap. Dit verklaart waarom prolactine de borstvoeding stimuleert en tegelijkertijd de eierstokken remt. Een zwangerschap wordt onmogelijk gemaakt, waardoor de pasgeboren baby een grotere kans heeft om te overleven. Aan de onderafdeling endocrinologie en stofwisselingsziekte van het Maastricht UMC Plus doen we veel wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van type 2 diabetes, ook wel ouderdomssuikerziekte, een van de meest voorkomende hormoon- en stofwisselingsziekten in de westerse maatschappij. Inmiddels hebben ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland type 2 diabetes. Dit wordt verklaard doordat tegenwoordig veel mensen te zwaar zijn, niet alleen volwassenen, maar ook kinderen. Er zijn nu zelfs ook kinderen die type 2 diabetes hebben en de term ouderdomssuikerziekte lijkt daarmee ook niet meer op zijn plek. We hebben geleerd dat stapeling van vet in de lever een belangrijke rol speelt in het ontstaan van type 2 diabetes. We denken dat vetstapeling in de lever ook een belangrijke rol speelt in het ontstaan van andere gezondheidsproblemen, zoals ik dadelijk uiteen zal zetten. Vetstapeling in de lever kan op verschillende manieren ontstaan. Een van die manieren is de omzetting van suikers naar vet in de lever. Er zijn verschillende soorten suikers, zoals druivensuiker, dat is glucose, vruchtensuiker, dat is fructose. En glucose en fructose zijn samen aanwezig in tafelsuiker. U kent het wel, de suiker die in uw koffie of thee doet, dat ik niet drink inderdaad. Nee. Daarnaast komen zowel glucose als fructose ook voor in groentes, fruit en ook in bewerkte voeding. En beide suikers kunnen omgezet worden in vet. Eerder onderzoek heeft laten zien dat fructose, dus vruchtensuiker, de opname van glucose, druivensuiker, in de lever beïnvloedt. Er is maar een snufje fructose nodig om de glucoseopname in de lever te stimuleren. Er zijn patiënten die een aangeboren stofwisselingsziekte hebben, waardoor fructose niet goed verwerkt kan worden in onder andere de lever. Als zij fructose bevattende voedingsmiddelen eten, dan worden ze heel erg ziek. Dat komt doordat een giftige tussenstof zich ophoopt, waardoor verschillende organen niet meer goed kunnen functioneren. En deze patiënten moeten daarom voor de rest van hun leven een fructosebeperkt dieet volgen. Dat betekent niet alleen geen snoep en geen koekjes, maar ook geen fruit en ook niet bepaalde groenten. Dat heeft nogal een impact op het dagelijks leven. Uit eten met leeftijdsgenoten is bijvoorbeeld erg lastig, al dat niet onmogelijk. En op het eerste gezicht zou je verwachten dat deze patiënten minder vetstapeling in hun lever hebben. Immers, ze volgen een fructosebeperkt dieet. En bovendien kunnen zij fructose niet omzetten in vet. Wij hebben echter laten zien dat het tegendeel het geval blijkt te zijn. Ik ben het even kwijt waar ik was. Ook deze patiënten hebben meer stapeling van vet in hun lever. En waarschijnlijk wordt dit verklaard doordat het beetje fructose, dat toch in hun voeding aanwezig is, zich als giftige tussenstof ophoopt in de lever. Dat bevordert dan weer de opname van glucose, dat weer omgezet wordt in vet. Vetstapeling in de lever heeft meerdere gevolgen. Ten eerste zet het de lever aan tot de aanmaak van vet- en cholesteroldeeltjes. Deze deeltjes komen vervolgens in de bloedbaan terecht. Op die manier kunnen ze naar andere organen vervoerd worden, die het onder andere gebruiken als brandstof. Ten tweede leidt stapeling van vet in de lever ertoe dat er via een stofje, sekshormoon binding globulin, ook meer actief testosteron in de bloedbaan terechtkomt. Testosteron is het mannelijke hormoon. En testosteron komt overigens ook voor bij vrouwen, maar dan in kleinere hoeveelheden. Naar aanleiding van mijn inleiding zou u zich kunnen afvragen waarom een snufje fructose de opname van glucose in de lever stimuleert. En waarom de productie van vet- en cholesteroldeeltjes en de aanwezigheid van meer actief testosteron gestimuleerd worden. Zou de evolutie ons ook hierbij kunnen helpen? Om dit te begrijpen moeten we misschien terug naar een tijd waarin we nog maar snufjes fructose nuttigden. Maar hoe komen we er nu achter hoeveel fructose er in het verleden genuttigd werd? Wel nu, aan de hand van het gebit kunnen we dat achterhalen. Zoals paleoantropoloog Pieter Unger het heel mooi heeft gezegd, ons gebit is ons brug naar het verleden. Simpele suikers, zoals glucose en fructose, veroorzaken namelijk gaatjes. En gaatjes kunnen nog duizenden jaren na het overlijden teruggevonden worden. Door het bestuderen van schedels uit de oudheid kunnen we dus achterhalen hoeveel fructose
vroeger genuttigd werd. Laten we eens teruggaan in de tijd, na de tijd van de Egyptenaren. Dit is de mummie van Pariamenet, die rond 700 voor Christus heeft geleefd. Hij was toen hoofdportier van de tempel van Ra, gelegen in het Karnak-tempelcomplex te Luxor, Egypte. Sinds 1839 is deze mummie in het bezit van het British Museum te Londen. En ongeveer 10 jaar geleden is deze mummie door een CT-scanner geschoven, waardoor het mogelijk is allerlei details waar te nemen zonder de mummie te hoeven ontleden. Hier ziet u een schedelopname van Pariamenet. Ter hoogte van de pijlen zijn holtes te zien in zijn gebit. Deze holtes zijn het gevolg van pusophopingen, die weer het gevolg kunnen zijn van gaatjes. Waarschijnlijk heeft Pariamenet dus genoeg simpele suikers, zoals fructose, tot zijn beschikking gehad. We moeten dus verder terug in de tijd. Laten we eens verder teruggaan in de tijd, naar de steentijd. Zo'n 10.000 jaar geleden. Mensen leefden toen in kleine groepen, als jagers-verzamelaars. De mannen gingen op jacht en de vrouwen gingen op zoek naar eetbare planten en fruit. De schedels die zijn gevonden in dat tijdperk lieten veel minder gaatjes zien dan in de tijden daarna. Fruit was in die tijd niet voortdurend aanwezig, maar was toen seizoensgebonden, vooral in de zomer en het najaar aanwezig. Dat was waarschijnlijk ook het moment dat er eten in overvloed aanwezig was. Zou fructose daarom een teken of signaal van overvloed kunnen zijn? Dat klinkt niet onlogisch. Het zou namelijk kunnen verklaren waarom een snufje fructose ervoor zorgt dat glucose wordt opgenomen in de lever. En er wordt opgeslagen als vet, als buffer voor de naderende winter. Dat zou ook verklaren waarom er meer vet de lever uitgaat, zodat het ook in andere organen opgeslagen kan worden als energievoorraad voor de lange winter die eraan komt. Hoe verklaren we nu de toename van het actieve testosteron? Wel nu, een belangrijke functie van testosteron is het verhogen van het libido, de zin in seks, zowel in mannen als vrouwen. Het klinkt ook niet onlogisch dat bij overvloed de zin in seks gestimuleerd wordt. Immers, het is dan een gunstig moment om nakomelingen te verwekken. Fructose dus als signaal van overvloed, waardoor extra energiebuffers worden opgeslagen en de zin in seks en daarmee de voortplanting wordt gestimuleerd. De tijden zijn inmiddels veranderd. Na de jagers-verzamelaars zijn de boeren gekomen die voor een ingrijpende verandering hebben gezorgd. De landbouw heeft ertoe geleid dat fructose niet meer seizoensgebonden aanwezig is. Het kan het hele jaar genuttigd worden. Dat heeft niet alleen geleid tot gaatjes, zoals bij Pariamenet, maar ook tot andere gezondheidsproblemen. Hier ziet u een opname van de Lys-regio van Pariamenet. Ter hoogte van de pijl is verkalking van de Lys-slagader, ook wel slagaderverkalking, te zien. Laten we nog eens wat verder vooruit gaan in de tijd, naar het hier en nu. Er is een continue aanbod van simpele suikers, waaronder fructose, in groente, fruit en vooral in bewerkte voeding, zoals koekjes, snoepjes en frisdranken. Het lichaam staat eigenlijk voortdurend in de overvloedstand, met alle nadelige gevolgen van dien. Het leidt tot vervetting van de lever. Inmiddels heeft 30% van de Nederlanders een significante hoeveelheid vet in hun lever. In sommige gevallen kan dat leiden tot leverontsteking en leverschade. Dat is weer een risicofactor voor leverfalen en leverkanker. En langzaam maar zeker is deze vorm van vetstapeling in de lever de belangrijkste oorzaak van leverfalen en daarmee de belangrijkste reden van levertransplantaties in de westerse maatschappij. Vetstapeling in de lever leidt tot een continu verhoogd cholesterol en vetgehalte in het bloed, dat in de bloedvaten kan ophopen. Het gevolg is slagaderverkalking, zoals we zojuist gezien hebben bij Pariamenet. Slagaderverkalking leidt tot hart- en vaatziekten, zoals een hersen- of een hartinfarct. Dankzij genetische variatie, de drijvende kracht achter de evolutie, alleen dat wist Charles Darwin toen nog niet, hebben wij aannemelijk gemaakt dat vetstapeling in de lever en nog specifieker de omzetting van suikers naar vet een oorzakelijke rol speelt in het ontstaan van hart- en vaatziekten. Een voortdurend verhoogd actief testosterongehalte draagt bij in het ontstaan van polycysteus ovarium syndroom in vrouwen. Dit is momenteel de meest voorkomende hormoonaandoening bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Vrouwen met polycysteus ovarium syndroom hebben last van overbeharing, onregelmatige menstruaties en een verminderde vruchtbaarheid.
Dit zijn voorbeelden van wat wij evolutionaire mismatch noemen. Het menselijk lichaam is niet gewend aan deze overvloed, waardoor welvaartsziekten zoals hart- en vaatziekten en polycysteus ovariumsyndroom kunnen ontstaan. U zult misschien wel denken, dat is allemaal heel aardig, professor Brouwers, heel leuk, interessant, maar wat moeten we nou eigenlijk hiermee? Moeten we allemaal stoppen met het eten van groenten en fruit? Moeten we allemaal aan een zogenoemd paleo-dieet? Ook dat hebben we onderzocht. We hebben mensen met vetstapeling in de lever gedurende 6 weken een fructosebeperkt dieet laten volgen. Dus gedurende 6 weken geen koekjes, geen snoepjes, fruit en ook niet bepaalde groenten, zoals wortels en paprika. Ik heb het zelf 4 dagen geprobeerd en ik moet u zeggen, nogal een somber, eenzijdig dieet, geen sultana's. Na 4 dagen was ik de rijstewafels die ik wel mocht eten eigenlijk wel beu. En de uitkomsten van het onderzoek, mensen hadden inderdaad minder vet in hun lever na zo'n dieet. Ondanks deze resultaten denk ik dat zo'n extreem fructosebeperkt dieet niet de oplossing is voor de problemen die ik zojuist geschetst heb. Het is immers een eenzijdig dieet dat op de lange termijn weer andere gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zoals het tekort aan vitamine C. Zoals ik al eerder heb aangegeven, worden veel van de gezondheidsproblemen gedreven door overgewicht en zwaarlijvigheid. Ook dat is een gevolg van overvloed aan calorieën in het algemeen. De oplossing daarvan is minder eenvoudig dan het lijkt. Simpelweg minder eten is voor veel mensen moeilijk vol te houden. De meeste onderzoeken laten zien dat een caloriebeperkt dieet in het eerste jaar leidt tot gewichtsverlies, maar de meeste mensen komen de jaren erna, helaas, toch weer aan in gewicht. Waarom? Misschien heeft ook dat een evolutionaire verklaring. 10.000 jaar geleden was er eerder een tekort dan een overvloed aan eten. Het lichaam is daarom vooral ingesteld om tekorten te voorkomen. Afvallen betekent een dreigend tekort. En het lichaam heeft allerlei mechanismen bedacht om gewichtsverlies tegen te gaan. Een afname bijvoorbeeld van de hoeveelheid vet in het vetweefsel zorgt ervoor dat het vetweefsel minder van het hormoon leptine aan gaat maken. En leptine remt normaal de eetlust. Een afname van leptine door minder vet in het vetweefsel leidt dus tot het tegenovergestelde, meer eetlust. En dit soort mechanismen maken het moeilijk om een dieet vol te houden. Maar niet onmogelijk. Wat is dan wel de oplossing voor overgewicht en zwaarlijvigheid? Moeten we meer aandacht hebben voor leefstijl en preventie in het medisch curriculum? Misschien. Moeten we meer investeren in leefstijlcoaches? Misschien. Misschien wordt het dus echt tijd om de oplossing van zwaarlijvigheid te verplaatsen van die individuele patiënt in de spreekkamer naar het maatschappelijke domein. Misschien moeten we de toegang tot calorieën moeilijker maken, precies zoals dat 10.000 jaar geleden het geval was. Een moderne variant zou kunnen zijn dat we ongezond eten onaantrekkelijker maken door het invoeren van een zogenaamde suiker- en/of vettax. De invoering van belasting op ongezond eten heeft in andere landen al geleid tot een veranderd koopgedrag en daarmee tot een gezondere bevolking. Bovendien kunnen de opbrengsten van deze belasting geïnvesteerd worden in het goedkoper maken van gezonde voeding, zoals groente en fruit. Een ander bijeffect zou kunnen zijn dat de voedingsmiddelenindustrie zich door deze heffing gedwongen voelt om gezondere producten te maken. Ik ben dan ook verheugd dat de suikertax is opgenomen in het coalitieakkoord van de nieuwe regering. Het is overigens wel belangrijk te benoemen dat een suikertax maar één van de noodzakelijke stappen is om Nederland gezonder te maken. En als dat dan voor bepaalde mensen dan toch niet lukt, dan moet er natuurlijk wel een behandeling zijn. En op basis van mijn verhaal lijkt het gunstig om met een nieuw medicijn de opname van fructose in de lever te remmen, waardoor fructose niet omgezet kan worden in vet en fructose de opname van glucose in de lever niet kan stimuleren. Het is te verwachten dat daarmee serieuze gezondheidsproblemen voorkomen kunnen worden en dat zal de toekomst ons moeten leren. Het interessante van dit medicijn is dat het waarschijnlijk ook gunstig is voor patiënten die door een fructosestoffenziekte geen fructose kunnen eten. Dat medicijn voorkomt namelijk ook de ophoping van giftige tussenstoffen, waardoor deze mensen weer normaal of een normaler kunnen eten en daarmee een normaler leven kunnen leiden. Er is meer onderzoek nodig of zo'n medicijn daadwerkelijk effectief zal zijn. Dit is denk ik een heel mooi voorbeeld van hoe er een wisselwerking kan zijn tussen wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame erfelijke stofwisselingsziekten, zoals een fructose stofwisselingsziekte, en veel voorkomende aandoeningen zoals type 2 diabetes.
Door de fructose-stofwisselingsziekte kunnen we meer leren over het ontstaan van type 2 diabetes. En zo kan een mogelijke nieuwe behandeling voor type 2 diabetes misschien weer gunstig zijn voor patiënten met een fructose-stofwisselingsziekte. In het tweede deel van mijn openbare les wil ik graag stilstaan bij de organisatie van zorg voor patiënten met type 2 diabetes en erfelijke stofwisselingsziekte. Zoals ik eerder heb gezegd, hebben zo'n 1,1 miljoen mensen in Nederland type 2 diabetes. Het is even een pauzemoment voor mijzelf. Vaak kan type 2 diabetes behandeld worden met een dieet of tabletten en soms zijn insuline-injecties nodig. Type 2 diabetes kan leiden tot complicaties zoals zenuwschade, nierfalen en hart- en vaatziekten. Bovendien hebben mensen met type 2 diabetes vaak ook nog andere ziektes, zoals de zojuist genoemde leverziekte of polycysteus ovarium syndroom, maar ook depressie, COPD, slaapapneu, jicht en artrose. Het is soms dus best een uitdaging om een patiënt met type 2 diabetes te begeleiden. En vanwege de grote aantallen is het niet mogelijk om alle patiënten met type 2 diabetes in het ziekenhuis te behandelen. Dat is ook vaak helemaal niet nodig. In het verleden werden alle patiënten met type 2 diabetes die behandeld werden met insuline in het ziekenhuis gecontroleerd. In Nederland en in de regio Maastricht in het bijzonder hebben we de zorg in de afgelopen jaren zo georganiseerd dat het grootste deel van die patiënten in de huisartsenpraktijk behandeld wordt. Ook een groot deel van de patiënten die insulinetherapie krijgt. Behandeling in de eerste lijn bij de huisarts is goedkoper en vaak ook prettiger voor de patiënt. Er wordt maar een klein deel, nog steeds wel zo'n 140.000 mensen in Nederland, in de tweede en derde lijn polyklinisch in het ziekenhuis behandeld. In deze regio ondersteunen onze diabetesverpleegkundigen de huisartsen en praktijkondersteuners, zodat de patiënt langer in de huisartsenpraktijk behandeld kan worden, ook als de insulinetherapie ingewikkeld begint te worden. We proberen vanuit het ziekenhuis laagdrempelig bereikbaar te zijn voor overleg, onder andere door middel van e-consulten, wederom om verwijzingen naar het ziekenhuis te voorkomen. We werken samen met de huisartsen aan gezamenlijke richtlijnen om de zorg voor een patiënt met type 2 diabetes zo goed mogelijk te stroomlijnen en af te stemmen tussen de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis. Er zijn momenteel echter twee ontwikkelingen gaande waardoor dit systeem steeds meer onder druk komt te staan. Ten eerste is te verwachten dat de zorg voor patiënten met type 2 diabetes ingewikkelder gaat worden. We krijgen steeds meer verschillende medicijnen tot onze beschikking, waardoor we gerichter kunnen behandelen en specifieke complicaties kunnen voorkomen. Bovendien worden er allerlei technologieën ontwikkeld, zoals een automatische bloedsuikermeter, die elke 5 minuten de bloedsuiker meet en daarmee een vingerprik overbodig maakt. Deze ontwikkelingen zijn natuurlijk goed voor de patiënt. Ze maken namelijk zorg op maat mogelijk. Iedere patiënt krijgt precies wat hij of zij nodig heeft. De keerzijde is echter dat zorg op maat ingewikkelder is voor de hulpverlener. Het is minder makkelijk samen te vatten in een richtlijn of protocol, waardoor de kans bestaat dat er meer patiënten verwezen zullen worden naar een specialist in het ziekenhuis. Een tweede ontwikkeling is de dubbele vergrijzing. Er komen meer ouderen die langer zullen leven. En deze verandering in de samenstelling van onze bevolking zal leiden tot schaarste. Niet alleen op het gebied van geld om de toename in de zorgvraag te kunnen financieren, maar ook op het gebied van personeel die deze zorg moet gaan leveren. En we merken nu al dat het steeds moeilijker wordt om medisch geschoold personeel te vinden. Oplossingen behalve meer geld? Misschien wordt het tijd voor een nieuwe verschuiving van de zorg van patiënten met type 2 diabetes, zoals dat eerder is gebeurd van de tweede lijn naar de eerste lijn, van het ziekenhuis naar de huisarts. Wat zou er dan nu moeten gebeuren? Van de eerste lijn naar de nulde lijn? Van de huisarts naar thuis? Ja, ik denk het wel, naar thuis. Dezelfde technologische ontwikkelingen maken het namelijk mogelijk om in de thuissituatie controles te verrichten. Zoals die nu plaatsvinden bij de huisarts of in het ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan het gewicht, de bloeddruk of de bloedsuiker. En deze meetgegevens zouden digitaal naar de hulpverlener gestuurd kunnen worden, zodat hij op afstand behandeladviezen kan geven. Deze vorm van zorg is het meest geschikt voor patiënten die een ongecompliceerde vorm van type 2 diabetes hebben. Uit ons eerder onderzoek weten we hoe we deze patiënten kunnen identificeren. En een groot voordeel voor de patiënt is dat hij of zij niet meer gebonden is aan een afspraak op het spreekuur.
En op dat spreekuur blijft nu tijd over voor patiënten met juist een meer gecompliceerde vorm van diabetes. En dit is hoe ik denk dat we in de zorg moeten innoveren. Het is namelijk niet meer mogelijk om in alles eindeloos te investeren. Die tijd van overvloed die is helaas voorbij. We doen op de ene plek iets minder, zonder dat dat per se kwaliteitsverlies oplevert, om op de andere plek te kunnen investeren. Precies volgens de triple aim van Berwick. Volgens Berwick hebben we namelijk 3 doelen of verantwoordelijkheden in de zorg. Het verbeteren van de gezondheid van de bevolking, het verhogen van kwaliteit van zorg voor de individuele patiënt en het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking. Later is er door anderen nog een 4e doel aan toegevoegd en dat is het verbeteren van het welbevinden van de hulpverlener. Immers, als de hulpverlener een burn-out heeft door goed bedoelde verbeterplannen, dan komen de andere pijlers in gevaar. Ik denk dat we een periode tegemoet gaan waarin we heel kritisch moeten kijken naar elke innovatie in de zorg. Variërend van een nieuw medicament, tot het maken van hele mooie fancy informatiefilmpjes voor de patiënt, tot kwaliteitsregistraties en zelfs kwaliteitsvisitaties. Doorstaan zij de test van de quadruple aim? Zijn deze aims in balans? Dat vergt eerlijkheid en daadkracht. Ik zal mijn best doen. Een belangrijk verschil tussen type 2 diabetes en erfelijke stofwisselingsziekte is het voorkomen. 1,1 miljoen versus 7000 mensen in Nederland. Ik heb hem maar even laten draaien. Nou, zou je kunnen zeggen, met zo weinig patiënten moet het toch niet zo heel moeilijk zijn om die zorg te organiseren. Niets is echter minder waar. De uitdagingen liggen alleen op een heel ander vlak. Patiënten met een erfelijke stofwisselingsziekte worden in Nederland behandeld in de academische centra. Dus niet bij de huisarts en ook niet in een regionaal ziekenhuis. En op dit moment zijn er in heel Nederland 12 internisten betrokken bij de begeleiding van volwassen patiënten met een erfelijke stofwisselingsziekte. We hebben ons verenigd in een groep met een hele originele naam, internisten voor volwassenen met een erfelijke stofwisselingsziekte, INVEST. Veel van de uitdagingen in de zorg voor erfelijke stofwisselingsziekten komen voort uit het feit dat deze aandoeningen zeldzaam zijn, waardoor niet elke arts er alles van af weet. Hoe zorg je er dan toch voor dat deze patiënten goed behandeld worden? Mochten ze acuut ziek worden en in het ziekenhuis bij hun in de buurt opgenomen worden? En hoe herken je nu als arts een volwassen patiënt met een erfelijke stofwisselingsziekte? Het eerste probleem hebben we opgelost door middel van een website waarop beschreven staat hoe een acuut zieke patiënt met een erfelijke stofwisselingsziekte behandeld moet worden. Deze website is voor alle artsen toegankelijk en moet ervoor zorgen dat een patiënt de juiste behandeling krijgt, ongeacht het ziekenhuis, het tijdstip van de dag en het ervaringsniveau van de arts. De oplossing van de tweede uitdaging, hoe herken je als arts een volwassen patiënt met een erfelijke stofwisselingsziekte, is nog ingewikkelder. Allereerst moet er een misvatting de wereld uit. Er zijn mensen, waaronder artsen, die denken dat de diagnose erfelijke stofwisselingsziekte altijd op kinderleeftijd wordt gesteld. Het is immers toch erfelijk? Dan word je er toch mee geboren? Ja, je wordt er mee geboren, maar dat betekent niet dat de eerste symptomen of tekenen van de ziekte zich altijd op kinderleeftijd manifesteren. Soms duurt het namelijk tientallen jaren voordat de giftige stoffen die zich in het lichaam ophopen tot ziekte leiden. Soms komt een erfelijke stofziekte pas tot uiting wanneer het lichaam wordt blootgesteld aan een extreme situatie, zoals een militaire mars, een bevalling of een grote operatie. Allemaal situaties die niet op kinderleeftijd voorkomen of zouden moeten voorkomen. Het tweede probleem is dat het diagnostisch proces, zoals een arts geleerd wordt, niet optimaal geschikt is voor het opsporen van zeldzame ziekten zoals erfelijke stofwisselingsziekten. Artsen zijn opgeleid om op basis van het verhaal van de patiënt en de bevindingen van het lichamelijk onderzoek tot de meest waarschijnlijke diagnose te komen. Deze waarschijnlijke diagnose wordt meestal bevestigd door aanvullend onderzoek, zoals bloedonderzoek of een röntgenfoto. Het probleem van een erfelijke stofwisselingsziekte is dat het per definitie niet waarschijnlijk is. Het is namelijk zeldzaam. Het is dus niet het eerste waar een arts aan denkt wanneer een patiënt met bepaalde klachten op het spreekuur komt. En op zich is dat niet zo verkeerd. Het is niet nodig dat een arts bij elke keelpijn aan een zeldzame ziekte denkt. Een virusinfectie is veel waarschijnlijker, zeker in deze tijden.
En wanneer een arts bij elke keelpijn op zoek zou gaan naar zeldzame oorzaken, dan zou de zorg onbetaalbaar worden. Bovendien zouden sommige aanvullende onderzoeken ook heel belastend kunnen zijn voor een patiënt. Heel mooi voorbeeld van een quadruple aim van Berwick die niet in balans is. Maar wanneer moet een arts nou wel denken aan een zeldzame ziekte? Het begint bij een niet-pluisgevoel, wanneer de combinatie van klachten en bevindingen niet typisch is voor een veel voorkomende aandoening. Dat vergt ervaring in een klinische houding, een kritische houding. En als er sprake is van een niet-pluisgevoel, dan is het raadzaam terug te gaan de boeken in. Op zoek naar oorzaken, veel voorkomende en zeldzame, van de klacht van de patiënt. Dat is het moment waar een volgend gevaar op de loer ligt. De arts loopt het risico te vervallen in het aangeleerde denkpatroon van waarschijnlijkheden. Als er in het rijtje van mogelijke oorzaken een zeldzame ziekte staat, dan wordt die nog wel eens weggestreept omdat die aandoening zo weinig voorkomt. En dat is natuurlijk niet terecht. Op het moment dat er geconcludeerd wordt dat er sprake is van niet pluis, dan is het gerechtvaardigd om ook op zoek te gaan naar zeldzame oorzaken. Sterker nog, het verplicht je om ook op zoek te gaan naar zeldzame oorzaken. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat er vertraging ontstaat in het stellen van de diagnose. En soms leidt dat tot onherstelbare schade. Ik denk dat het belangrijk is dat dit diagnostisch proces, en misschien nog belangrijker de bewustwording van dit proces en de mogelijke valkuilen, meer aandacht moet krijgen in de opleiding tot arts, de vervolgopleiding tot huisarts en medisch specialist en de nascholingen van huisartsen en medisch specialisten. Dit onderwijs lijkt me namelijk veel waardevoller dan onderwijs over de meer dan 1500 individuele erfelijke stofwisselingsziekten die er inmiddels bekend zijn. Dat onthoudt niemand. Ik ook niet. Recentelijk is de United for Metabolic Disease opgericht, een initiatief van kinderartsen, internisten, klinisch chemici en ook de patiëntenvereniging, dat zichzelf een aantal ambitieuze doelen heeft gesteld. Eén daarvan is een zo vroeg mogelijke diagnose van een erfelijke stofwisselingsziekte. En onderwijs speelt daar een hele belangrijke rol in. En mocht een huisarts of medisch specialist een niet-pluisgevoel hebben en na het duiken in de boeken het vermoeden hebben op een erfelijke stofwisselingsziekte, dan is het handig dat er hulplijnen zijn. Op dezelfde website waar beschreven staat hoe de acute opvang van een patiënt met een erfelijke stofwisselingsziekte moet gebeuren, staan ook de contactgegevens van de 12 internisten die in Nederland betrokken zijn bij de behandeling van deze volwassen patiënten. Wij denken graag met u mee. Om mee naar huis te nemen. Wat wil ik dat u mee naar huis neemt? Ik heb u verteld over twee heel uiteenlopende aandoeningen binnen mijn vakgebied. Type 2 diabetes en erfelijke stofwisselingsziekte. Het enorme verschil in het voorkomen van deze ziektebeelden brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Allereerst, er is reorganisatie van zorg nodig om de zorg voor de grote aantallen patiënten met type 2 diabetes en hun gerelateerde aandoeningen toekomstbestendig te krijgen. De quadruple aim van Berwick is hierbij van belang. Ten tweede, we moeten in de medische opleidingen en nascholingen meer aandacht besteden aan het diagnostisch proces dat leidt tot de diagnose van een zeldzame ziekte, zoals een erfelijke stofwisselingsziekte. Daarvoor is het belangrijk dat misvattingen, zoals erfelijke stofwisselingsziekten komen alleen maar op kinderleeftijd voor, dat die de wereld uitgaan. Ik blijf het herhalen. Bovendien vergt het een kritische arts die op het moment van niet pluis de tijd neemt, maar ook de tijd krijgt om op zoek te gaan naar andere zeldzame oorzaken van de klacht van de patiënt. Want dat kan onherstelbare schade voorkomen. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek kunnen deze uiteenlopende aandoeningen juist van elkaar profiteren. Sommige erfelijke stofwisselingsziekten kunnen toegepast worden als een model om het ontstaan en de gevolgen van type 2 diabetes beter te begrijpen. En tegelijkertijd kan bepaalde kennis die is opgedaan in het diabetesveld, omdat daar nu eenmaal meer onderzoeksgelden en mankracht aanwezig zijn, toegepast worden op sommige erfelijke stofwisselingsziekten. Ten slotte, de endocrinologie en stofwisselingsziekte is een prachtig vakgebied dat zich uitermate goed leent voor de waarom-vraag. Het stellen van de waarom-vraag helpt ons te begrijpen waarom ons lichaam in elkaar zit zoals het is en waarom bepaalde ziekten in tijden van overvloed ontstaan. Bovendien is het niet alleen heel zinvol, maar ook heel leuk om af en toe deze vraag te stellen. Na deze serieuze woorden, wordt het tijd voor een woord van dank. Misschien is dat nog wel het moeilijkste deel van mijn oratie. Je wilt niemand overslaan, maar het moet ook niet te lang duren natuurlijk.
Dus ik wil u allen bedanken omdat u op een of andere manier hebt bijgedragen aan mijn benoeming en aan deze fantastische dag. Toch wil ik dit moment gebruiken om een aantal personen in het bijzonder te noemen. Allereerst wil ik het college van bestuur van de Universiteit Maastricht, de raad van bestuur van het Maastricht UMC Plus en Karim School for Cardiovascular Diseases bedanken voor hun vertrouwen in mij. U zit nog wat jaartjes aan mij vast. Ik zal mijn best doen. Mijn collega-onderzoekers, de laagdrempeligheid en het enthousiasme waarmee nieuwe samenwerkingen worden aangegaan blijven mij verbazen. Er zijn geen contracten nodig, nee, de fascinatie voor nieuwe kennis is al genoeg om met elkaar in zee te gaan. Dat is echt heel bijzonder. Ik dank mijn collega's internationaal in Boston, Oxford, Cambridge en Leuven, nationaal en ook aan deze universiteit, professor Dirk Ruwaard, die noodgedwongen thuis zit vanwege de storm, dokter Vera Schrouwen, professor Patrick Schrouwen, professor Kasper Schalkwijk, voor deze bijzondere synergie. Mijn promovendi, Dorijn, Nienke, Juri, Judith, Amee, Pom, Zuwen, Lize, Anna en Evi. Veel dank voor jullie inspanningen en toewijding. Patiëntenzorg doe je niet alleen, dat doe je in teams. Het team erfelijk metabole ziekte, professor Estella Rubio, Lisbeth van der Ploeg, Bianca Panes, Irene Keulaars, Daphne Habets en Laura Steinboes. Het diabetesteam onder leiding van Sabine Paulussen. En onze klinische partners van de heelkunde, neurochirurgie, nucleaire geneeskunde, gynaecologie en het laboratorium klinische chemie. Twee personen in het bijzonder, professor Koen Steehouwer en professor Nicolaas Schaper. Beste Koen, hoewel we elkaar al lang kennen, word ik altijd nog wat bescheiden in jouw nabijheid. Jouw encyclopedische kennis over het vakgebied interne geneeskunde en jouw methodologische inzichten zorgen ervoor dat ik altijd blijf leren. Ik wil je danken voor je steun aan deze benoeming en het vertrouwen in mij als hoofd van de onderafdeling endocrinologie en stofwisselingsziekte. Beste Nicolaas, jij hebt voor mij het pad geëffend door de hechte banden die je in al die jaren hebt opgebouwd met de huisartsen in de regio en de endocrinoloog in het endocrine netwerk van Oost-Brabant en Midden- en Zuid-Limburg. Het is aan mij om die waardevolle samenwerkingen voor te zetten en verder uit te bouwen. Heel veel dank voor je luisterend oor en voor al je adviezen. De staf endocrinologie en stofwisselingsziekte, Bas, Bastiaan, Hanni, Marleen, Ron, Sabine, Anouk en Stijn. Velen van jullie hebben mij opgeleid. We zijn een club van mensen die elkaar respecteren en iets voor elkaar over hebben, heel complementair aan elkaar zijn. Dat maakt ons denk ik heel erg sterk. Peter en Bernadette, je hebt je schoonouders niet voor het kiezen. Dat klopt, dus ik denk dat ik heel gelukkig mag zijn met jullie. Pap en mam, dank voor jullie onvoorwaardelijke steun nu al ruim 40 jaar. Ten slotte, lieve Linda. In de ruim 10 jaar dat we nu samen zijn, hebben we eerst wat van de wereld gezien. Daar komen de vakantiefoto's. Het Karnak Tempelcomplex te Luxor, Egypte. Het British Museum te Londen. En uiteindelijk op onze eigen Beagle met kakkerlakken op de Galapagos-eilanden in Ecuador. En dit is hoe wij er op vakantie uitzien. Ja. Voordat wij deze twee prachtige boeven kregen. Ik hoop dat er nog tientallen jaren bij gaan komen. We hebben het samen gedaan. Deze dag is net zoveel voor jou. Zoals gezegd, ik heb een mooi vak. Ik heb gezegd. Dat was een heel mooi betoog, Martijn. Ook met een warm pleidooi voor een integrale aanpak van preventie. Van universeel tot zorg gerelateerd. Passend ook natuurlijk binnen de ambitie van ons Maastricht UMC Plus. Ik begin wel benieuwd te worden welk drankje en hapje we dadelijk aangeboden krijgen in de refter. Ik wil eigenlijk de gasten in de zaal uitnodigen om dadelijk alvast daar naartoe te gaan. Dan volgt de hooggeleerden die hier bij elkaar zitten. Want dat geeft ons de gelegenheid om nog een mooie foto te maken die toch passend is binnen de restricties die er nu nog net 1 week zijn. Dankjewel en dan sluit ik hier deze academische zitting.
uit.